inmiddels ben ik klaar met douchen. Ben ik zo wat lekker aangekleed. Ik heb een t-shirtje aan met wit, zwart t-shirtje met witte strepen. Ik heb deze zwart-grijze broek aan. Mijn witte Nike's heb ik aan. En ik heb lekker mijn teddycoat aangedaan. Deze komt bij de TK Maxx vandaan. Lekker warm. Heerlijke jas. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon lekker aandoen. Want het is gewoon echt niet... Maar dan ook echt niet warm buiten. Ik heb trouwens gisteren al mijn nagels helemaal kort geknipt weer. Want het belemmerde best wel met werken. Dus ze zijn weer allemaal heel kort. Dus ik vind het zo raar aanvoelen. Maar ik doe dus lekker vandaag geen make-up op. Ik heb wel lekker mijn skincare gedaan. En ik ben nu lekker ready om even wat boodschapjes te gaan halen. Want dat is ook nodig. Dus let's go. We gaan even naar de winkel. En eventjes naar de... Ik moet naar de Albert Heijn. Voor boodschap. En ik moet even naar de Action voor een paar dingen voor cashfoto's met de cavia's. Dus dat is ook leuk. Goed. Het waait echt niet hard. Maar het waait wel hard genoeg. Dat het winkelwagentje mij elke keer inhaalt. Dat is een beetje vervelend. Maar... ik heb gisteren dus, ik ben zo chill en zo blij hiermee. Ik heb gisteren dus zo'n doos met van die zwarte disposable masks gehaald. Ik vind dat gewoon zoveel fijner. Die zwarte, ik vind ze gewoon veel fijner staan dan die lelijke blauwe dingen. Die zijn gewoon lekker zwart. Dus ik ben er helemaal blij mee. Het is warmer buiten dan ik had verwacht. Ik had dit aan en toen dacht ik, oh, dan ga ik het echt koud krijgen. Maar dat valt echt wel heel erg mee. Mijn mouw zit de hele tijd te irriteren in mijn oksel. Dat is heel irritant. Maar goed. Het is ergens heel fijn om weer met de camera te lopen. En ergens ook wel weer niet. De telefoon was gewoon heel erg compact. En heb je altijd bij. De camera is ook compact. Maar het is toch anders. En hier trouwens in Nederland is het nog niet echt van belang hoe of wat. Ik ga trouwens even een ommetje maken. Want misschien hebben jullie het op het nieuws gezien afgelopen week. Maar in Spijkenisse is de metro bij ons aan zijn eindhalte doorgeklapt. Aan het einde van onze halte staan twee stenen walvisstaarten. En daarop is hij dus geklapt. Als het goed is staat hij er nog. Ik zie het daar wel helemaal afgezet met brandweerauto en ambulances en zo. Alle hulpdiensten die zijn dus gisteravond ter plaatse gekomen. Maar ik wil toch even kijken of ik erbij kan komen. Even van dichtbij spieken. Goed, ik sta bij de metro jongens. En daar is hij dus inderdaad te zien. Er staan behoorlijk wat mensen. Maar wow. Ziet er echt idioot uit. We gaan even van dichtbij bekijken. Goed, heel jammer voor alle modderige schoenen. Maar ik ga toch eens even een stukje over het gras dichterbij kijken. Jeetje jongens. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Jeetje. Het ziet er echt niet uit. Kijk dan. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Jeetje. Nou, verder gaat het niet, anders zitten mijn schoenen helemaal onder de blubber. Wow. Hoe is dat gedaan? Die metro is dus eigenlijk van daar helemaal... Hier stopt het, de baan. Hij is dus helemaal op die staart geklapt. Hoe hebben ze dat gedaan? Thumbnail gemaakt voor de video. Even iedereen gebeld. Maar jongens, het ziet er echt niet uit. Ongelooflijk. Er zijn overal hulpdiensten en er zijn ook overal mensen. Maar dat is logisch. Het begint nu alweer een beetje leeg te lopen hier aan mensen. Maar dat is echt een ding hoor jongens. Hoe gaan ze die ooit wegkrijgen? Ik ben benieuwd. Maar goed, ik heb genoeg door de pub gewandeld. We gaan nu maar eens boodschappen halen. Maar dit... Oh. Ik denk, ja, ik woon er toch dichtbij in de buurt. Ik ga gewoon eens even spieken. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar goed, nu gaan we boodschappen halen. Want dat is wel nodig. Goed, ik ben weer thuis. En wat heb ik nou eigenlijk allemaal gehaald? Ik ga het jullie even laten zien.
heb allereerst deze adventkalenderdoosjes gehad. Ze zijn leeg, want ik ga een adventkalender voor mijn eigen maken. Maar ik denk dus elke dag een challenge moet gaan doen in de maand december. Dus dat wordt ook nog een hele uitdaging om dat nu nog allemaal te verzinnen. Ik heb twee dozen met wit zilver kerstballen. Ik wil mijn kerstboom namelijk dit jaar wit zilver hebben in plaats van alle andere gekkere kleurtjes. En de verlichting ga ik eruit halen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Verder heb ik dus ook nieuwe verlichting. Twee dozen. Deze heeft 120 lampjes en die andere heeft 100 lampjes. Dus die andere is voor boven mijn bed. En ik heb nog kleine witjes. En ik heb dit leuke mandje gehaald. Want ik ga namelijk vandaag ook proberen kerstfoto's te maken met de cavia's. En ik dacht, dit mandje is daar echt perfect voor. Super leuk, super gezellig. Dus dat ga ik nu doen. En ik wil vandaag de vitrinekast hier even leeg gaan halen. En als vitrinekast gebruiken en niet als opslagkast. Dus dat gaan we doen. Ik heb trouwens ook boodschappen gehaald. Ik heb net gegeten. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. Ik ga lekker beginnen met de vitrinekast. En ik ga even de lampjes alvast hier ophangen hierboven. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Goed, ik heb een heerlijk ochtendje opgeruimd en ik heb net een TikTok opgenomen vandaar dat ik rode lippen heb en zwarte ogen. Alles is redelijk aan het opruimen nu. Ik heb hier nog wat spullen staan door ik zo meteen opruim. De kast is netjes, de kerstboom staat nu hier. Kastje staat daar. Alles heeft redelijk zo een beetje weer een plek gekregen. Maar wat ik nu ga doen is naar de intratuin samen met mijn opa en oma. Die gaan daarheen, die moesten iets halen daar. En ik ben daar verder nog echt lange tijd niet geweest. Dus ik ga daar nu gezellig heen en ik ga jullie lekker meenemen. En kijken wat er daar te beleven valt. Ben benieuwd. Goed, ik ben even goed leuk aan het inslaan. Want ik wil natuurlijk mijn eigen kerstdorp gaan creëren. Dus daar ben ik goed voor aan het inslaan. Ik vind het echt super leuk. Dit is ook heel erg leuk. Een hekje met allemaal boompjes wat licht geeft. Er zitten zulke leuke dingen tussen. Allemaal boompjes die licht geven. Deze vind ik leuk. Die is heel leuk. Met licht. Die ga ik meenemen. Die vind ik leuk. Ik wil niet heel veel aan poppetjes en dingen kopen, maar wel voornamelijk heel veel aan boompjes en zo. Want dat heb ik gewoon niet zo heel veel. Maar alle poppetjes dingen, dat heeft mijn moeder heel erg veel, dus
Dat scheelt wel weer heel erg. Maar er zitten hele leuke dingen tussen. Ik heb een sneeuwpop. Een beetje een leuke piek zoeken, jongens, maar het is nog niet zo makkelijk. Ik zei het dus allemaal kleuren en dingen. Maar dan moet ik een leuke piek zien te vinden. Ik wil wel wit. Dat mijn boom ook wit is. Maar aangezien onder mijn ombouw staat, moet die piek ook niet te hoog zijn. Dus ik denk er gewoon een simpele piek. Ik denk het wel. Dus dit. Brons. Gewoon een simpele piek. Dit wordt hem. Goed, inmiddels zit de lipstick er gewoon al bijna niet meer op. En heb ik wel een heerlijk avond gegeten. Maar echt heel erg lekker. Alleen, ik heb nu bijna geen licht meer in mijn kamer, bedenk me. Dus ik ga daar even één ledbalk op hangen en dan ben ik bij jullie terug. Goed, dat is iets beter. Ik heb hier op de grond één witte ledbalk op neergelegd. Zodat het echt wat feller en wat... toch wat lichter is in mijn kamer als het zou moeten. Inmiddels is het nu voor mij avond. Ik heb met avond gegeten en ik heb alles opgeruimd en schoongemaakt. Dus alles is nu helemaal netjes. Dit is allemaal netjes. Mijn bed is netjes, de kerstboom. Hier allemaal lampjes. Is ook allemaal netjes en ook leuk geworden, al zeg ik het zelf. Alleen deze doe ik denk ik zo over de kast... hier naartoe. Dat leek me op zich wel een leuker plekje. Zo. Ik hoorde van alles beneden, maar goed, in ieder geval dat dus. Dan heb ik daarnet deze beker gekocht bij de Intratuin van Blond Amsterdam. Ik vond hem zo leuk en hij is ook heel erg groot. En ik heb dit superleuke kleine mokje waar ik nu lekker koffie in heb zitten. Dan gaan we hier naartoe. En dit is wel echt een topplekje geworden. Ik ga hier dus binnenkort mijn kerstdorp maken voor de kerst. Ik zag dit doek. Dit stoffen doek bij de Intratuin. Ik denk, nou, dat is sowieso top. Want een berglandschap kan niet beter. Ik heb hier een Eiffeltoren staan. Alles moet licht geven, maar alles is nu een soort van leeg. En ik heb geen batterij meer, dus die moet ik morgen even halen. Maar ik heb dus een sneeuwpop gekocht. Die licht geeft en ronddraait. Super leuk. Dan heb ik deze kerstboom en ook deze geeft licht. Dit geeft licht, dus een lantaarnpaal. Deze geeft geen licht, gewoon een witte kerstboom. En dan die, maar die geeft ook natuurlijk licht. Dus hier komt in de maand november ongeveer zo'n beetje mijn hele kerstdorp te staan. Er staat ook genoeg nog op zolder, dus voor ik echt alles wil gaan kopen... wil ik wachten om te kijken wat mijn ouders nog allemaal hebben, wat ik kan gebruiken. En verder, de cavia's hieronder. Ik heb alles hiervoor ook even opgeruimd. Hierachter hangt dus mijn pyjama setje, mijn tas van morgen en mijn paraplu. Mijn stoel staat hier en voor de rest doe ik hier niet zo heel veel in de hoek. Want het is natuurlijk alleen maar mijn kledingkast. Dus eigenlijk ben ik merendeel alleen maar aan deze kant of hier bij de cavia's en niet daarachter. Maar goed, ik heb dus lekker koffie gezet in mijn nieuwe Blond Amsterdam mokje. Super chill, super leuk. Dus ik ga lekker een kopje koffie drinken en even lekker tv kijken en zo. En kijken wat het verder nog gaat brengen vanavond. Oké. Goed, ik ga me eigen lekker omkleden. En dan dacht ik, weet je, ik ga gewoon deze vlog apart uploaden van de rest van de week, want er is vandaag heel veel gebeurd en het was heel erg wennen om nu weer in één keer een weekvlog te starten, aangezien ik veel te veel vlog deze week, of nu al. Dus ik ga de vlog eindigen. Ik bedank jullie voor het kijken, doe blij, duimpje omhoog en ik zie jullie weer snel weer. Doeg!